Impact investing betekent voor mij dat het gaat over investeren waarbij je niet enkel kijkt naar de financiële return, maar ook naar de maatschappelijke impact ervan. Hetgeen betekent dat indien er een conflict ontstaat tussen financiële en maatschappelijke return, dat je eigenlijk kiest voor de maatschappelijke return. Ik denk dat er een bekommernis is natuurlijk dat het geld goed gebruikt wordt. En ik denk inderdaad dat het aansluit bij een nieuwe manier om naar ontwikkeling te kijken. Het heeft ook te maken met filantropie. Als je de evolutie in onze sector ziet, dan klassiek gezien, wat deden stichtingen? Ze gebruikten de opbrengst van de investering van hun kapitaal om goed te doen, zeg maar. Maar hoe het kapitaal geïnvesteerd werd, dat was terzijde. Vandaag natuurlijk met heel discussie rond duurzaam beleggen verandert dat. Maar ook om een andere reden verandert dat. Men begint in te zien dat je ook je kapitaal kan inzetten om je missie te realiseren. Dus als wij werken in projecten in Afrika, dan kunnen we inderdaad met de opbrengst van ons kapitaal mensen ondersteunen, zonder het geld terug te vragen. Indien we ook investeren in een project, dan realiseren we ook een belangrijke meerwaarde en gebruiken we eigenlijk ons kapitaal tweemaal, als je wil. Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à attacher de l'importance non seulement au rendement financier de leurs investissements, mais aussi à l'impact de ceux-ci sur les économies en développement. Campany est un exemple d'un fonds d'investissement social auquel participent tant des ONG que des investisseurs privés. Ce fonds accorde du capital risque à des paysans dans les marchés frontières, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Omdat die maatschappelijke meerwaarde zo belangrijk is, is het eigenlijk ook heel belangrijk dat wij erin slagen dat die maatschappelijke meerwaarde niet een soort van buikgevoel is of een instinct van ja, dat zal wel en we doen dat voor de better good, maar dat we dat tastbaar kunnen maken. Dat is niet makkelijk. Als we investeren in boeren in het zuiden, dan kan je zeggen van goed, ik ga bijvoorbeeld de boeren die mango's kweken, ik ga een pulp factory opzetten. En dat is toch een meerwaarde, want die mensen kunnen een groter stuk van de waardeketen bij zich houden. Prijzen gaan omhoog. Dat is waar, maar uiteindelijk willen we wel zien dat het leven van die boeren beter wordt. En het leven van die boeren is het inkomen, is de familie van die boeren, is de stabiliteit van die boeren, komen er meer leden naar die coöperatie. Bio, la société d'investissement qui fait partie de la coopération belge au développement, mise depuis longtemps sur l'investissement d'impact. Au-delà de la performance financière d'un investissement, nous regardons également la performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Pour ce faire, Bio établit une liste d'indicateurs de développement qui peuvent être le nombre d'emplois créés ou soutenus par Bio, le nombre de femmes au travail, non seulement comme employées, mais aussi dans des positions de management. Cela peut être aussi des critères de taxes payées par les entreprises auprès du gouvernement. Cela peut être l'énergie produite pour l'énergie renouvelable. Grâce à ces critères, un investissement est le levier d'un développement économique et social durable dans les pays en développement. Le but de Bio, c'est d'avoir des entreprises qui soient commercialement viables, mais qui respectent également des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels que par exemple notre projet au Sénégal, Laiterie du Berger, pour lequel Bio a accompagné depuis 2007 jusqu'à présent, au travers de 3 prêts, cette entreprise qui permet au Sénégal de réduire les importations de lait et de permettre d'avoir du yaourt sur le marché local. Les efforts déployés depuis de nombreuses années par des organisations comme Bio et Campany ont conduit à ce que les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, deviennent peu à peu la norme pour le développement durable. Vandaag zie je dat Danone en Mars grote fondsen hebben opgezet voor kleine boeren. Omdat zij weten dat hun supply chain enorm gevoelig is en fragiel is als die kleine boeren niet op een correcte manier de cacao kunnen oogsten en de hele supply chain kunnen bevoorraden. En daar zijn een aantal hele mooie studies die aantonen dat als je op voldoende lange termijn denkt, die twee zaken hand in hand gaan. Een duurzaam beleid en een gezond financieel beleid gaan duidelijk hand in hand.